Allereerst en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het blauw duimpje te drukken. En ook op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van Tredden en Cellen. Ik kom juist van At the Corner. Ja. Kijk eens wat ik hier allemaal bij heb. Eclairtjes. Sandwiches. Croissant. Croissant. En nu ga ik jullie even moeten neerleggen. Voilà. Mijn auto is nog gesloten. Oh, hier moet ik eens een speech geven. Hoeja, met de Belgische vlag. Welke vlag is dat hier? Dat weet ik niet. Laat eens in de comments weten welke vlag dat hier is. Ben ik eens benieuwd. Dan heb je de Belgische vlag, zie ik hier hangen. Dan heb je hier ook nog het mijn pinkse holibie vlag is aan het wegwaaien. Die hangt redelijk los. Dan hebben we nog de Vlaamse leeuw. Dan hebben we nog de Europese vlag. En dan de holibie vlag. En dan de witte vlag van Corona. En nu even terug naar mijn appartementje toe om mijn spullen gaan op te halen en dan door naar mijn schatje, want ik heb bij mijn schatje eten, daar ontbijten, dus dat komt allemaal wel in orde. Voilà, tot straks. Niet zo luid. Kijkers! Ik moet het niet zo luid doen van mijn schat. Kijk eens baby dat ik aan ben gekomen. Hi. En nog iets te vertellen schat. Dat ik hem gemist heb, ja. Ik heb ze echt gemist, dus... Ja, zet die fles maar even aan de kant, ja. En ja, wat ik zo kijk, dat is door de zon. Ja, ik ook, man. De zon is wel leuk af en toe, maar... En daar ging de zon weer. En daar is de zon terug. Ja, wat heb ik vandaag gedaan? Mijn zus is geweest met yoghurt en ijskoffie. En de rest heb ik vlogs gekeken. Ik moet nog de vlog van gisteren van Dimitri kijken als Dimitri weg is. Nee, dan zal ik al doorgaan. Hè. Nee, maar ik wil hem nog zien. Ah, die wil ook nog mee voelen. Ah. Dat klinkt verkeerd. Wel met knuffelen, dat bedoel ik dan wel, hè, mensen? Ah, dan is het goed, schat. Ja, mensen, niet doordenken. Niet doordenken. Oei, ja, nu denken jullie wel allemaal door. Sorry. Ja, maar schat, rijd je maar terug naar u, kom richting u zitten. Oeh, la la la, mijn schatje komt daar langs mee zitten. Ja, want anders gaat het weer klagen. Ja. Kijk eens wie hier aankomt. En kijk eens naar de lucht. Het is licht, pakbaar zwaar bewolkt. Dat zie je dus achter mij, wat wolken. Gisteren was het dus echt niet goed bekomen, hè? Nee, want ik zei nog gisteren tegen Dimitri dat ik bij hem in de vlog wou. Ja. En toen moest hij weg omdat het begon te regenen, dus toen kwam ik nog niet in de vlog. Nee. En het geld van alles, ik was hier ook op een moment bezig ook met het renderen. Ja. Dus, en ja, elektronica en water. Gaat niet goed. Dat gaat niet samen, nee. Maar ja, tot zelfs. Zo mensen, ik ben nu terug onderweg al naar mijn thuis toe. Ja, ik heb even... Ik ga een socialize bij mijn schatje. Nu even nog gauw terug een dutje doen. Maar nu nog eerst gewoon naar mijn ouders. Want daar ligt ook nog een stuk taart op mij te wachten. Yippie. En dan wil ik beginnen te remmen. Dan, dan springen we op het groen. Toppie. Nee, dus ik hoor op een... Ik hoop dat ze zelfs terug in mijn vlog gaan voorkomen.
Oh. Want ik heb, ik ga heel eerlijk zeggen mensen, ik heb een slechte nacht gehad. Echt waar, een hele slechte nacht. En wat bedoel ik daarmee met een slechte nacht? Ik heb heel veel gewoeld. Ik woelde tot een mens. En dat is niet leuk. Dus ik ben nu onderweg naar mijn ouders thuis toe, dus ik zie jullie allemaal straks terug. Want deze moet ook nog goed opletten op de baan, dat er geen ongelukken doet of zo. En geen bambies in de way. Nee, normaal staan er altijd bambies. En oh, ze zijn zo mooi diertjes. Allee. Tjie, nu hebben we die nog voor het eerst. Ja, waar rondkijken hè mensen? Het is 13 uur 18, 21 graden. 13 uur 18, hier is 17 graden in mijn auto. En mijn muziek stond continu aan. Dus ik hoop dat ik geen copyright claim heb aan mijn broek. Fuck. Ah, wel, ik had het deze keer eens niet gehoord dat muziek aan stond. Shit. Ja. En mensen, één ding vraag me ook nog altijd af. Jullie luisteren wel goed naar die coronamaatregelen. Waarom luisteren jullie ook niet dat jullie niet mogen bellen achter het stuur? Of sms'en achter het stuur? Of Facebooken achter het stuur? Of Instagrammen achter het stuur? Of YouTube-filmpjes kijken achter het stuur? Je zit toch nu niet mee aan het kijken achter als je aan het rijden bent, hè? Dat niet doen, hè? Nee. Daar hou ik niet van. Kijk, ik heb mijn beide handen nog altijd aan het stuur, dus ik ben freehands aan het, aan het opnemen. En ik let gewoon op mijn baan. Oh, de paardjes staan terug in de way. Ah nee, er staat maar één paard in de way. Oh. Hoi, even naar mijn ouders thuis toe gaan. Yippie-kaye. Motherfucker. Val ik bijna stil. Dat is ook niet de bedoeling. Oh, daar is niemand thuis. Oké dan. Jee. Kan ik het gewoon gaan halen. Kan ik altijd terug vertrekken. Oh my. Mottos. Ik pak dan jullie wel mee even bij mijn ouders thuis binnen. Ja, ik heb ook gesmonderd op mijn jas. Jullie zien het goed. Hier zo. Goed dat er nu niemand echt thuis is, want ik ben hier nog aan het filmen. Zoals roepen, hè. Als er iemand is, dan stop ik ook wel met filmen. Hoi. Niemand? Nee? Hey, Parco? Oh, toch, mijn mama is toch thuis. Ja, ik zit daar buiten in die wind. Allee, tot straks allemaal. Alleen nog taarten te krijgen, een stukje taart. Ik krijg ook nog zuivere was mee. Oh, oké dan.
Mijn auto ligt weer afval. Joepie. En nu heel snel naar mijn appartementje thuis toe. Ik heb eens kan rusten. Is dat David? Nee, dat is David niet. Ja, ik ben bijna thuis, mensen. Dus dat is altijd maar een hele korte ritje van mijn ouders naar mijn eigen thuis toe. Ik ben nu echt eens aan het timen hoe lang. We zitten nu al een minuut al onderweg. Oei, het gaat iets langer duren omhoog, want ik moet de auto voorbij laten. Voilà. Passeer ik Bouwerij, Alken, die brug. En het is groen. Groener kan het niet zijn voor over te steken. Voilà, om een manoeuvre te doen. Ik zit nu al op 1 minuut 42 seconden. Perfect. Ik gok op 4 minuten dat ik thuis ben. Dus nu heb ik nog exact 2 minuten. Als er geen hinder is, hè. Nee, er is geen obstakels momenteel, dat is goed. Maar ja, ik moet mijn auto toch niet op de parking zetten. Waarom niet? Wel van dat ik... Hoi, zeg het. Naar Bia ga. Ja, daar was weer al. Kauw. Schoenmieke! Ik heb het gevraagd, ik mag het. Ik mag er naar kijken, yes. Maar er niet aankomen. Doe maar. Ja, ik ben een loebaas. Ja, mensen, ik ben een loebaas. Even kijken van wie die auto is, maar die staat precies nog open. Ja, dan haal ik wel mijn 4 minuten niet, hè. Zit daar iemand in of niet? Ja, daar zit nog iemand in. Dus dit is dan ook onze straat. Die dan hier tot volledig uitpompt. Als ik ze iets doen dat zij dan denkt van wat doet maar Dimitri daar nu zoeken. Dan zeg ik, ja, ik heb tot daar gefilmd. En hier draai ik dan. Voilà. En dat zijn dan onze wijkhuisjes, hè, wat je dan ziet. Hier zoals zij ziet. Heel schone wijkhuisjes. Echt heel mooi. Mooi. Ah, ze is weg. Oh nee, ze is er nog altijd. Dus, bij deze. Allee, tot zijn we allemaal. Yo! Hehe. Zo, mijn Haribo snoepje is op. Hoho. En ik voel het nog vallen ook nog. Ik ben hier terug aangekomen bij, op mijn appartementje. Ik ga dan richting Enzo Knol kijken
stuk tv kijken, noem maar op. En ik moet nog van Enschede moet ik nog redelijk wat bijbenen, nog altijd. En dan sleutel er niet onderste bovenin steken. En dan slapen. Lig hier, kom maar jou, kom maar jou. Oh, die moet ook van hier van boven komen. Voilà. Mijn liftje is er. En dan gaan we naar boven. Je ziet het, lampjes uitvallen. Ik vind dat ze die lampen, dat ze die eigenlijk langer mochten aanhouden. Tot je eigenlijk op de verdieping zit. Als je op de verdieping zit, dat ze in één keer allebei aangaan. Maar ja, ik doe altijd de lift terug naar het gedekshuis. Dat doe ik altijd. Ja, oké, dan gaat daar ook wel de deur nog wel eens open. Maar ja, kom. Dat maakt niet veel uit, hè. Wat weer vandaag weer al geweest. Regenachtig, regen. Noem maar op. Geen leuk weertje. En dan is het hier ook nog ontzettend warm. Wat ga ik dan doen? Even mijn kabel op het bed gooien. Deze raam. Doe ik wagenwijd open. Welkom in mijn slaapkamer, by the way. Dan deze gordijn. Die stik ik altijd hier achterin. Voilà. Ja, hier komt nog redelijk wat licht door. Voilà. Deze zet ik hier op. Dan doe ik die zo toe. Zo toe. Dat de lucht er een klein beetje erdoor kan. Voilà. Zo, ja. Perfect. Dan is het hier ook donker. Maar dan komt hier nog wel frisse lucht door. Ik ga die op 1 uur zetten. Voilà. Bij deze ga ik ook de vlog beëindigen. Dankjewel om weer een deel uit te maken van mijn leven. Dankjewel een deel uit te maken van Bea leven. Blauw duimpje. Kom aan mensen. We zijn ook niet meer zo ver van de 500. Dus abonneer. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden. En, jawel, het zeilen van de tomatenketchups. Juist. Waarom ging ik in één keer niet over tomatenketchups, denken jullie? Ja, ik ben ook nog naar de Kwik geweest. Daar heb ik een half uur aangeschoven. Tegenover de McDonald's. Daar is het direct wel aan 2 uur aan te schuiven. Wat is zo het verschil tussen de McDo? Dan moet wel eens iemand mij eens uitleggen hier onderaan in de comments. Wat eigenlijk het verschil is tussen McDonald's en Kwik. Waarom dat er eigenlijk altijd bij de McDonald's zoveel mensen staan aan te schuiven. En bij de Kwik eigenlijk zo weinig. Is daar een reden voor? Ik weet het niet. Want Kwik is toch ook lekker? Het zijn toch ook frietjes? Ja, ik ben alles al klaar aan het zetten op mijn kamer, dat ik naar Enzo Knol en al kan kijken. Juist. Dan moet ik nog kijken als de deur ook nog goed toe is. Dan doen we deze deur ook toe. Voilà. We zien een kabinetje dat hier staat, dat weet ik niet. Dan nog mijn jas uit doen. Ja mensen, de vlog duurt nog precies nog iets extra lang dan ik had gedacht. Dus jas uit. Dat staat erin. En dan steek ik morgen vroeg de vlog weer op. In elkaar. Zal ik het doen voor het raam mee uitkleden? I want you. Pam pam pam.
I need you. Ja, I need you, Bea. Echt waar, I need you. Schatje, ik zie af. Ik zie echt heel ferm af. Wanneer? Echt waar, ik hoop dat je echt heel snel bij mij een kist bent. Vergoed, echt waar. Oké, dat moest er even uit. Dus ja, Bea, ik hoop dat je echt heel snel bij mij bent. Oh, dat kan deugd doen. Maar voor mij is het ook weer al ontzettend warm geweest. En dan die regen. En ziet, ik ben aan de kweek geweest. Voilà, bij deze. Dan weten jullie dat ook. Dus ik lieg niet. Ik lieg niet. Ik lieg niet. Nee, ik lieg niet. Ik lieg niet. Oh, hier begint het al goed te worden. Dan ben ik nog eens aan het vergeten, mensen. Deze deur toe te doen van in de badkamer. Dan blijft het op deze kamerke. Oh, lekker fris. Hoor dus de wind. Ja, toch een hele goede airconditioning. Not. Er is even toch eens voor sparen. Yep. Is dat nog iets wat ik nog moet doen? Nope. Oh jawel. Hier zit nog één eclairken in. Ik heb dus nog een stuk taart. Ik heb nog een stuk eclair. Oh, mannetjes. Ik heb nog sandwiches. Oh, hoe ga ik dat ooit opkrijgen? Ik heb nog salami. Voor een ringworst. Oh, ho, ho. Dimitri kan dus rijk aan eten. Rijk aan eten. Meneer, ja, jullie hebben het misschien niet gezien. Mijn hele zetel ligt vol. Ik moet nog even maken. Morgen. Maar ik ga nu richting Enzo Knol kijken. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Fris en wel. En dankjewel om nog naar deze extra stukje vlog te kijken. Probeer mijn vlogs altijd tussen de 20 en de 30 minuten te doen. Soms zeg ik wel eens uitschieters van een drie kwartier, zelfs tot een uur, tot zelfs een uur en een half. Maar daar ben ik wel blij om. En de eerste vlogs en de tweede vlog, die playlisten, dus vlog 1 tot en met 200 en 201 tot en met 400, daar zijn de tijden al helemaal uitberekend. Dus hoe lang dat eigenlijk die playlist duurt. Dus dat heb ik allemaal uitgerekend voor jullie. En ik kom toch wel op letterlijke uren. Dus ik probeer, wat ik elke keer toch telkens keer probeer, is elke playlist toch een uur tot twee uren meer materiaal te hebben dan mijn vorige playlist. Dat is ook nog een challenge die ik zelf naar mij toeschrijf. Ja! Bam! Dat gaan we doen. Dus elke playlist moet minstens 2 uur extra zijn. Maar jammer genoeg, bij playlist 1 en 2 is dat niet gelukt. Maar dan moet ik nog playlist 3, playlist 4 moet ik ook nog doen. En dan zo meer en meer en meer. Dus met al mijn playlisten ga ik allemaal eens gaan uitrekenen. Dat heeft ontzettend veel tijd nodig. Dus geef me alsjeblieft daar ook tijd voor. Want dat is ook eens leuk om te doen. En een leuk weetje. Bij deze. Iets stoms, maar een leuk weetje. Allee, ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo!